Yvette, hoe gaat het met je? Ja, het eigenlijk wel goed. Ik ben nu geopereerd afgelopen dinsdag. En de operatie is helemaal goed gegaan. Ik heb nu een nieuwe kruisband en die is weer stevig ingezet. Dus ja, vanaf nu is het weer revalideren. Even terug naar het moment waarop je je kruisband scheurde. Wat ging er toen door je heen? Ja, eigenlijk vooral eerst ongeloof en denken van toch niet weer ik. En waarom alweer? En meer van ja, ook de gedachte van nou, dit zou wel eens einde turncarrière kunnen zijn als dit echt weer is wat ik denk dat het is. Dus ja, vooral eigenlijk ja, veel vragen en een stukje ja, wanhoop eigenlijk. Jij zegt einde turncarrière. Uiteindelijk heb je dat besloten. Hoe is dat besluit gegaan? Nou, ik had zelf al wel ook voor mezelf dat ik dacht van nou ja, als ik ooit nog na een derde keer terug wil komen, ik weet niet of me dat gaat lukken qua angsten of dat ik mezelf er weer toe kan zetten om nou ja, alles nog een keer op te bouwen. Maar toen hebben de artsen toch ook wel heel nadrukkelijk gezegd dat het echt niet kan dat ik nog weer doorga en dat het toch echt wel op dringend advies dat ik toch wel moet stoppen. Ja, dus zo. En dan toch kom je kijken bij zo'n NK, hoe is dat dan voor jou? Ja, het is ook wel weer moeilijk, maar aan de andere kant is het ook wel een stukje afsluiting voor jezelf. Dat je toch, je ziet iedereen weer, want ja, tot een paar weken terug heb ik met al die meiden natuurlijk gewoon 30 uur in de week in de zaal gestaan. En ja, dan hoop ik ook gewoon voor hun dat zij een zo goed mogelijk NK draaien en daar wil ik ze dan ook gewoon bij steunen.